Wat zit er allemaal een beetje in dit stadion, wat eigenlijk bescheiden is, maar toch absoluut het modernste stadion. Het is het eerste nieuwe stadion in België sinds 1974. Dus wat dat betreft lopen we als land toch nog een beetje achter. We hebben 20.000 overdekte zitplaatsen. In het stadion zitten in alle functionaliteiten, dus kantoren, voetbalgedeelte, winkels, restaurants, noem maar op, zitten ongeveer 750 deuren. Allemaal met de winkhouse-sloten die we er uiteraard op zitten hebben. We hebben 1800 businessplaatsen. Dat wil zeggen dat we elke wedstrijd tot 1800 mensen een volledige menu kunnen aanbieden. KA Gent heeft eigenlijk drie functionaliteiten vooropgesteld waaraan we eigenlijk tegelijkertijd moesten voldoen voor wat betreft het toegangscontrolesysteem. Enerzijds was dat de veiligheid. De tweede functionaliteit was flexibiliteit. En een derde belangrijk criterium was eenvoud. De eisen die door de bouwheren voor dit project in zaken toegangscontrole werden vooropgesteld waren een flexibel beheer in zaken toegangsrechten bij het inrichten van wedstrijden en evenementen waarbij het thema veiligheid primordiaal was. Daarnaast bestond de uitdaging erin om voor elke deur binnen het stadion de functie te bepalen om als zodanig de juiste toegangscontrole oplossing aan te reiken waarbij de thema's veiligheid, comfort en design voorop stonden. Al deze eisen konden perfect ingevuld worden met het BlueSmart systeem, waardoor Winkhouse de juiste partner was om dit project te realiseren. In dit project waar Winkhouse van studie tot en met een dienststelling aan de zijde van de bouwheer stond, leverden we een totaalpakket van 450 elektronische cilinders, 30 offline en 10 online wandlezers, als ook 16 access points en 150 sleutels. Het beheer van dit alles gebeurt met de Winkhouse Blue Control Professional software. BlueSmart is het virtuele netwerk van Winkhouse. Functioneert offline en draadloos tussen de geïnstalleerde elektronische componenten die met elkaar communiceren, informatie verwerken en deze vervolgens doorgeven. Individuele toegangsrechten geprogrammeerd door de administrator worden door het systeem opgeslagen in de meerdere access points. Iedere persoon die zich in bepaalde zones in het stadion wil begeven, laat bij de access points zijn actuele gebruikersdagprofiel op de BlueSmart sleutel. Ook nieuwe autorisaties of toegangsblokkeringen kunnen zo op korte termijn doorgegeven worden. De voor de besturing van het systeem belangrijke informatie, zoals bijvoorbeeld zijn de levensduur van de batterij of individuele cilinders of commandobevestigingen van de sleutel, worden door het retourmeldingsprotocol in de centrale server geregistreerd. Tevens wordt de individuele gebruikshistoriek van toegangen teruggekoppeld naar de beheerdersoftware. Wel, ik denk dat Winkhouse vooral twee sterke punten heeft in gans dit project. Eerst en vooral kunnen ze de complexiteit van een modern stadion aan. Dus een modern stadion waarbij dat we naast 20.000 voetballiefhebbers, buitenvoetbalmomenten, ook nog heel veel andere deelnemers en bezoekers hebben. In restaurants, in kantoren, in de winkels. Dus heel die complexiteit van het toegangscontrolesysteem die kan Winkhouse absoluut volgen. Tweede sterkpunt is eigenlijk de service na verkoop, waarbij dat men niet alleen het product verkoopt en dat men dan eigenlijk de mensen niet meer ziet, maar de opvolging, de service, ook de zaken die verkeerd gaan. Want als je 750 deuren hebt, dan zit er ongetwijfeld wel een aantal bij die in het begin minder goed werken. Het gebouw zet zich, de deuren zetten zich, dus dat moet opgevolgd worden ook het eerste jaar. En dat heeft men bij Winkhouse eigenlijk schitterend gedaan. Na één jaar dat het BlueSmart systeem operationeel is en de positieve feedback van de club, kunnen we concluderen dat het BlueSmart systeem een perfecte match is voor voetbalstadia.